Werkbalken. Keynote kent drie werkvlakken. Boven in beeld zie je de werkbalk. Links de dia's en rechts het infoblok. Het infoblok kun je verplaatsen zodat je er geen last van hebt doordat het bijvoorbeeld over tekst of een afbeelding heen valt. Alle functies die nu worden genoemd komen in de verdere oefeningen uitgebreid aan bod. We kijken nu eerst naar de belangrijkste functies uit de werkbalk. Hiermee voeg je een dia toe aan je presentatie. Je kunt door een paar keer achter elkaar op de plusknop te duwen alvast wat dia's klaarzetten. De tweede in de rij is de speel afknop. Hiermee start je de presentatie. Je krijgt dan de presentatie te zien zoals anderen die ook zien. Geen aantekeningen of timer erbij. De derde knop is de weergave. Hiermee kun je het werkscherm aanpassen naar je eigen wensen. Zo kan het handig zijn om de lineaal aan te zetten als je objecten op een bepaalde plek wilt hebben. De vierde knop in de werkbalk is hulplijnen. Keynote helpt je standaard met objecten door hulplijnen aan te geven. Hiermee kun je snel zien waar je object staat in de dia, bijvoorbeeld precies in het midden of recht onder een tekst. Daarnaast vind je de knop thema. Wijzig het thema in een ander thema. Handig als je combi's wilt maken of toch niet tevreden bent met je huidige thema. Hiernaast vind je dan weer de knop basisdia, waarmee je snel de basisindeling van je dia kan veranderen. Zo kun je kiezen voor dia's met foto's of alleen opsommingstekens of als je creatief wilt zijn een lege dia. De zevende in rij is dan tekstvak. Hiermee voeg je een tekstvak in. Dat gaat dan in de standaard opmaak van het thema. Nummer 8 in de rij is het invoegen van een vorm. Daarmee kun je snel leuke accenten geven aan je presentatie. Nummer 9 is het invoegen van een tabel. Deze wordt gelijk ingevoegd. Je kunt later het aantal kolommen en rijen bepalen. De volgende is diagram, wat voor zich spreekt. Diagrammen instellen vraagt wel iets meer, daarover later in de module meer. Naast diagram vind je opmerking, waarmee je een post-it invoegt. Deze zie je niet terug op de presentatie. Bij sommige Keynote-versies staat de knop deel er ook nog. Dit is echter komen te vervallen met de introductie van iCloud door Apple. De knop deel werkt dus niet meer. Dan snij bij. Hiermee open je het bijsnijden van afbeeldingen. Direct ernaast nog een tool voor afbeeldingen. Alpha, waarmee je lagen weghaalt uit een afbeelding. Met groepeer en hefgroep op kun je meerdere objecten tot één maken of dit weer ongedaan maken. Met vooraan en achteraan kun je objecten naar voren of naar achteren plaatsen, zodat een afbeelding op de door jou gewenste manier overlapt met een ander object. De laatste vier zijn knoppen om menublokjes op te roepen. Het infoblok is daarvan de belangrijkste, want daar staan alle mogelijkheden in voor het bewerken van je dia. Met media open je het invoegmenu voor muziek, foto's en video's die je in andere Apple-programma's hebt staan, zoals iTunes en iPhoto's. Kleur en letter tenslotte. Open het venster voor het selecteren van een kleur of een ander lettertype.